ben Paulien en ik ben hier vandaag te gast bij Fem. Zelf heb ik een YouTube kanaal genaamd Lifestyle Spot. Met eigenlijk alles wat mij interesseert. De naam zegt het al een beetje, lifestyle. Het leek me leuk om vandaag voor jullie een DIY video te gaan maken aan de hand van de welbekende wereldbol die denk ik iedereen wel als tiener op zijn bureau had staan als lampje. Wel, ik had er ook zo een, maar die lag bij mij al lang vergeten op zolder. Tot ik inspiratie vond op Pinterest hiervan en ik deze een volledige remake gegeven heb. En ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik dat gedaan heb. De wereldbol die ik gemaakt heb is echt gewoon een eyecatcher voor je kamer. En dit ook nog eens op een budget manier. Dit zijn de spullen die je gaat nodig hebben. Natuurlijk heb je als eerste een wereldbol nodig. Het maakt niet uit of hij nog werkt of dat de kaart een beetje afgesleten is. Dat gaan we trouwens allemaal transformeren. Verder heb je nog spuitverf nodig in een kleur naar jouw keuze en krijtbordverf. En als laatste schuurpapier, een krant als ondergrond, een penseel en schilderstape. Ik begin met het afknippen van de draad die diende voor het lichtje. Doe het natuurlijk niet als de stekker in het stopcontact zit. Vervolgens ga ik de hele wereldbol afschuren en ik concentreer me vooral op dat kleine ribbeltje in het midden. En dan is het tijd voor de spuitbus. Begin eerst met het spuiten van de rand en de voet en ga daarna pas aan de slag met de krijtverf. Als er nu nog restjes verf op de wereldbol komen, kan dat helemaal geen kwaad, omdat je er achteraf overheen gaat met de krijtverf. Dus ja, smossen mag hier nog altijd. Ik heb gemerkt dat het spuiten van de verf het beste gaat op een 30 cm afstand. Anders komt er te veel verf op en dan druipt het er zeg maar op een heel rare manier af en blijft het niet kleven op de een of andere manier. Dus iets meer afstand nemen is echt geen slecht idee hier. En vervolgens is het tijd voor de krijtverf. Roer eerst even goed door het potje, dat is altijd het beste idee. En ga dan met lichte laagjes over je wereldbol heen, totdat hij helemaal volledig in de krijtverf zit. Et voilà! Laat je bol een paar uur goed drogen en dan kan je erop gaan schrijven. Op dit moment kan je er echt alle kanten mee op. Je kan er bijvoorbeeld een to-do-lijstje van maken voor op je bureau met dingen die je echt niet mag vergeten. Als je net zoals mij niet super mooi kan schrijven, kan je op Google altijd op zoek gaan naar voorbeelden van lettertypes waarmee je kan schrijven op een krijtbord. En als je zat bent, wat erop staat, veeg je het gewoon weg met een vochtig doekje. Ook een quote of iets waar jij echt in gelooft, kan perfect op de wereldbol. Zo, dit was het voor vandaag. Als jullie meer van dit soort video's willen zien, ga dan zeker eens een kijkje nemen op mijn kanaal, waar ik heel veel video's maak over beauty, travel, koken, lifestyle, eigenlijk alles wat mij interesseert, komt daar wel voorbij. Ik zet hier sowieso onderaan een link in de beschrijving en in deze video kan je ook nog een link. Doe zeker een thumbs up als je deze video leuk vindt en misschien tot snel. Bye! Ik ben vast niet de enige die altijd zijn smartphone gebruikt om foto's te maken. En het is natuurlijk ook hartstikke handig dat je daar gewoon een camera op hebt zitten.